Sedert de bevrijding zijn er in Nederland meer dan 200.000 nieuwe woningen gebouwd. Desondanks bestaat er nog een aanzienlijke achterstand op de woningbehoefte. Nog steeds zijn er huizen waar 6 mensen in 1 kamer moeten slapen. Nog steeds zijn er hele gezinnen die met een klein zoldertje genoegen moeten nemen. Die mensen hebben echter nog een dak boven het hoofd. Maar in de magazijnen staan de meubelen opgeslagen van diegenen die het voorlopig met een meubel in de open lucht moeten doen. Zij wachten nog op een huis, velen soms al jarenlang. Maar voor hun grote probleem kan een oplossing gevonden worden. Deze dagen is namelijk de uitgifte begonnen van de rentespaarbrieven, die voor de kopers een geldbelegging betekenen en voor de gemeenten contant geld. De verkoop van deze spaarbrieven is een onderdeel van de nationale lening ten behoeve van de woningbouw, waaraan reeds door intekening boven verwachting werd deelgenomen. Met het geld dat al dus werd en wordt verkregen, kan het woningbouwprogramma onverminderd worden uitgevoerd. Voor duizenden zal daardoor wellicht spoedig een luchtkasteel werkelijkheid kunnen worden.